Hallo allemaal en welkom weer bij The Belgium Games. Vandaag ben ik hier met een nieuwe video, nieuw vlogje, nieuw praatvideo, nieuw bla 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 bla, nog wat. Ja, vandaag ben ik hier met een praatvideo over mijn operatie. Puur als vervangende video, want de video die normaal ging uitkomen is opgenomen in stukken en brokken vanwege mijn camera. Die de frames heeft gedropt van 60 naar 20, frames. Yay! Dus daarom dacht ik, weet je wat, ik geef jullie een update over wat ik allemaal heb gehad van wat er allemaal gebeuren, dus zie en laat, dat wil ik jullie laten zien, want ik ben geopereerd. En ja, dat is een kruk. Een verstevigingspaal om mijn poten recht te kunnen houden. Of zoiets. Maar ik ben dus geopereerd geweest. Oh, dat is mijn YouTube-kanaal. Maar ik lag in het ziekenhuis. Kijk wat een mooie bek dat ik toch heb. Maar ik ben dus in het ziekenhuis geweest om een grote knieoperatie te doen, wat ik al van sinds vorig jaar aan het vertellen ben. Ik kan mijn knie niet omhoog doen, dus wacht. Hier komt die. Deze knie. Waarschuwing voor iedereen, er komen pleisters. Tada. Sexy, oh ja. Zeer sexy. Oh, dat voel ik. Maar ik heb dus een knieoperatie gehad aan mijn knie. En dat kun je hier ook eens zien. Hier kom ik net letterlijk uit de operatiezaal. Hebben ze in mijn knie zitten potteren. Heb ik een hele zak rondom mij. Dat is eigenlijk een ijszak die hier rondom mij zit voor het ijs. Wat ik iedere dag moet leggen. Dus die zak heb ik ook rondom mij zitten. Heel veel ontsmettingsmiddel. Maakt dat maar niet uit. Maar ja, dat heb ik dus aan de hand gehad. En dat heeft er dus ook voor gezorgd dat er een paar video's niet waren uitgekomen vanwege dat ik mij aan het voorbereiden was op die operatie. Maar ondertussen zijn er nieuwe video's uitgekomen. Wil ik het ook nog een kort gaan hebben over die verschillende video's die gaan uitkomen nog. En over nog een hoop dingen die gepland staan in de toekomst, in de nabije toekomst. Eenmaal als ik terug te goed kan wandelen. Want dat is ook een nadeel. Ik mag nu niet heel veel doen. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel last aan mijn knie. Operatie is allemaal goed verlopen. Ik moet binnenkort nog op controle. En dan dat allemaal laten controleren. Dit laten controleren. Dan terug te goed gaan wandelen. Dan terug beginnen te fietsen. Dan uiteindelijk terug lopen. Dan uiteindelijk terug andere sporten doen. Heel veel revalidatie, maar dat gaat allemaal goed komen. Maar buiten dat zijn er ook een paar videodingetjes die aan het gebeuren zijn op het YouTube-kanaal. En ook een hele grote trip die gepland staat in de zomer. En ik ga jullie proberen mee te gaan nemen in die trip. Maar als eerste, mijn YouTube-kanaal heeft bijna 9000 abonnees. Ah! Dus dat is een leuke. Plus, de laatste twee video's hebben ook ondertiteling. Ja, ik heb eens iets geprobeerd. Ik dacht van, het is eigenlijk best makkelijk sinds dat YouTube de update heeft uitgevoerd. Is het eigenlijk iets makkelijker om ondertitelingen door te... Ik weet niet sinds wanneer, maar ik vind het iets makkelijker. Dus vanaf nu heb ik ook Engelse vertaalde ondertiteling. Dus in het Nederlands staat het erbij. En in het Engels kun je vanaf nu met deze twee video's bekijken. Het was een proefje. En de volgende video's zijn ook een proefje. Dus ja, maar ik wil het daar ook over hebben. Maar die video's gaan voornamelijk in het weekend over de commandoblokken zijn. En dan doorheen de week gaat er zo'n video uitkomen als dit. Zoals te lezen van de reacties. Of een heel ander video wat ik wilde doen was deze eigenlijk. Deze achtbaan nog een keertje bedienen, maar alles loopt in het honderden. Ja, inderdaad. Alles loopt in het honderd van die video, dus ik heb niks kunnen opnemen. Ik heb het opgenomen, maar ik ben letterlijk in de vuilbak kunnen smijten. Er ligt nu letterlijk een video rond te smelten in de vuilbak. Daar moet ik misschien niet opletten. Maar ja, dus dat is wel een jammer, dus dat heb ik niet kunnen doen. Maar ja, wat ik eigenlijk ondertussen een beetje aan het doen ben, is... Ja, jullie mogen dat toch weten hoeveel ik verdien, maar maakt toch niet zoveel uit. Wat wil ik dus gaan doen? Ik wil dus eigenlijk de video's in het weekend vooral met Minecraft commandoblokken gaan doen en doorheen de week gaan dan random wat video's zijn van andere soorten games. Dus heb je games die mij misschien wel leuk lijken? Mag je altijd een keertje doorsturen? Ik kun hier altijd onder een keertje doorsturen. Dan kan ik ze een keertje proberen. Nou, ik had blijkbaar super tanks krijgen op shorts. Nou... Jihie. Maar binnen een paar maanden begint het pretparkseizoen weer, of in Toverland is het al in februari. En zoals je hier kunt zien, dit is een gigantische lijst van vorig jaar, waar ik naar alle pretparken ben geweest. Ja, ik ben zo zot om alles bij te houden qua kosten, wat het mij allemaal heeft gekost dat jaar voor naar pretparken te gaan. Maar ja, dit jaar heb ik ook al een paar gepland, waarvan Walibi Belgium wij, Jonas en ik, het duurste abonnement hebben gekocht. Toverland heb ik ook het abonnement, maar naar Plopsaland de Pannen, Holiday Park, Wildlands Adventure Zoo Emmen, en ook Bobbejaarland wil ik bezoeken om met Sora te gaan trainen. Sora, wie is dat? Dat is onze hond. En ik train die eigenlijk best graag. En in Bobbejaarland mag je met je hond mee binnen. Dus daar wil ik haar gaan trainen voor alle geluiden van achtbanen. Zodat ze dat ook kent. Moest je ooit in een pretpark komen in het buitenland, dan weet ze hoe dat ze moet reageren. Dus ja, dat wil ik gaan doen. En er is ook een grote pretparktrip die eraan gaat komen. Ja, we gaan dit doen. En wie is die we? Kom je ooit nog te weten. Ja, dit zijn een paar parkjes dat wij willen gaan doen, zoals Eiffelpark, Holiday Park, Trips Drill, Schwaben, Legoland Germany.
En dan Skyline Park, Gijzelwind en Taunus Wunderland. Dat zijn eigenlijk zo'n paar parkjes wat wij willen gaan doen in een grote pretparktrip. Je vraagt je misschien af, Jens, het is eind januari of begin februari ondertussen. En je bent nu al een trip aan het regelen. Ja, alles is al geboekt. Je moet echt snel zijn soms in deze trips. En je moet echt heel veel op voorhand regelen. Wil je trouwens weten hoe dat je een trip maakt? Hashtag sluipreclame. Dan hebben we hier eigenlijk onze podcast waar hier staat hoe organiseer je een pretparktrip. Een podcast van bijna een uur, van 50 minuten. Dat Jonas en ik eigenlijk in alle details uitleggen hoe dat wij onze pretparktrippen organiseren. En die, ik vind dit nog altijd de beste podcast die wij met ons twee hebben gemaakt op dit moment. Dus als je dat een keertje wil luisteren, ja, dan sowieso hieronder naar de link in de beschrijving, dan kan je dat een keertje afhalen. Maar dat gaat een leuke trip worden. En voor de rest ga ik proberen wat video's uit te brengen. Ik ga zien hoeveel ik kan gaan uitbrengen, ook doorheen het hele jaar, als het iedere week gaat lukken. Dat blijft natuurlijk de vraag, dus dat is een beetje afwachten van hoeveel tijd ik zelf heb, want ja, natuurlijk met een vaste job en dan YouTube er nog bovenop en dan ook nog hier privé thuis. Het is veel! Nou, we zijn op het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie dit een kleine, fijne video vonden. Doe dan dat duimpje omhoog, raak dan het abonneerknopje aan en vergeet zeker en vast niet dat belicoontje een keertje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Ik ben de kluts kwijt, ik ga mijn kruk nemen en weglopen. Ik stond nog in beeld. Bye.